januari zijn we begonnen met het jaarverslag van 2022. En dat hopen we eind van de maand af te ronden. We hebben de planning goedgekeurd voor 2023. We zijn onze opleidingsjaar gestart. We hebben de missie van de Fransen gehad, ongeveer 50 man om projectielen die in ons OP Savannah gebied er waren, om onbruikbaar te maken. Dat is afgerond. Vandaag gaat de missie terug. Dus dat is gedaan. En het waren heel veel projectielen, bijna 250 of iets meer dan 250. Projectielen vanaf de Tweede Wereldoorlog, Binnenlandse Oorlog, et cetera, et cetera. Dus ik ben heel blij. Verder zijn we bezig heel hard voor te bereiden op de jungle trainingen met Nederland die gaan komen in maart. Dus de verkenningsmissie, de afspraken, de voorbereiding van instructeurs. Dat zijn we bezig te doen. De samenwerking, we hebben pas in januari die conferentie gehad met South Dakota, onze partner. En we hebben dus de planning doorgenomen tot en met 2025 eigenlijk. Zeg maar de medische programma's, de engineersprogramma's, dus renovatie van scholen. De surveillance is uitgebreid weer. De samenwerking met de politie. Dus ja, er gebeurt een heel veel. We zijn bezig ook voor te bereiden commandooverdracht bij de militaire politie. Want de huidige commandant gaat met pensioen, dus we hebben de selectie al gepleegd. Dus we zijn bezig voor te bereiden om die commandooverdracht te doen plaatsvinden. Minister, u heeft dus laatst ook gezeten in de groep van de veiligheid. We hadden laatst wat problemen in het land. U heeft gezien, hoe zit het met die kwestie van de handgranaat en andere dingen? Is er wat update daarvan? Nou, er is een speciaal onderzoekscommissie die bezig is, dus ik kan over de resultaten van het onderzoek kan ik heel weinig zeggen, niks eigenlijk. Wat ik alleen kan zeggen is dat wij intern bij het leger dat onderzoek hebben afgerond. En het staat vast en het is ook vastgelegd in PV's dat alle granaten die er bij ons waren, RPG-granaten, die zijn in place, die zijn veilig op hun plek. Dus uit dat bestand is niks kwijt. Dus het komt niet uit ons huidig bestand. Het is wel bevestigd dat het inderdaad de drie die gevonden waren uit een bestand van het leger kwamen. Maar het is uit een bestand dat verstrekt was en dat gestolen was, kennelijk. Of eerder ergens, ja.